En u beeldt het meisje daar af, zij wordt verkracht door, ik weet niet door wie, of door wat? Door een kikker. Door een kikker. Frog. Ja. En rechts onderaan staat haar collega, die ook mee bij het protest betrokken was, die heeft een revolver tegen zijn hoofd. Wat is daar nu precies de bedoeling? De meme zelf verwijst naar... Wat is een meme? Een meme is, en zeker dit soort memes, dat zijn dankmemes. Dat is een ironische uitdrukking van een bepaald feit, waarbij dat bewust op een bizarre manier iets wordt voorgesteld, hier in dit geval de kikkers. En een meme kan zichzelf herhalen, tot zelfs het vervelende toe, maar er is altijd een variatie op. En waar zit in de ironie in dit geval? De ironie is dat het niet gemeend is. Dus, allee, dat is de vorm van, dat is een cultuur een beetje op zich, een internetcultuur geworden. En het is uiteraard nooit bedoeld om serieus te nemen. En wat is dan wel de bedoeling? De bedoeling hier, dit is een aanklacht, want dat is, dan spreek je over seksuele intimidatie, niet het tegendeel is waar. Hè. Dit is een aanklacht tegen seksueel geweld. En met de meme zelf heb ik bedoeld om even te shockeren. Wat zegt u? Dit is een aanklacht tegen seksueel geweld. Ja, dus een meisje dat u niet kent, die afbeeld die verkracht wordt door een kikker. Ja, u ziet hier op de achtergrond, de groene kikker daar, dat is Angela Merkel die wordt voorgesteld. En het is eigenlijk een verwijzing naar het seksueel geweld zoals we daar hebben gezien in Keulen. En het is een rechtstreekse verwijzing naar het beleid van Merkel van Weerschaffendas. En dat heeft dan geleid tot ook negatieve gevolgen. Bent u er nu geen geweldige draai aan het geven? Helemaal niet. Waarom heeft u dan ontslag genomen? Ik heb ontslag genomen omdat dit natuurlijk enorm slecht in beeld is gebracht. En door wie? Mijn positie was niet houdbaar. Door de media. Ik heb zelf niet echt gereageerd de laatste keer dat ik gereageerd heb. Wat heeft de media met die specifieke cartoon te maken? Dat men dat geframed heeft als de verkrachtingsmeme. Alsof dat ik het eerste fragment verscheen op TVO's. Waarbij dat er gratuite beschuldigingen waren, dat ik zou oproepen tot verkrachting, tot geweld. Nee, het tegendeel is waar, hè. Ik veroordeel het net en ik wens het niemand toe. Heeft u een zus? Ik heb een zus, ja. Ja. Wat als zij op die manier zou worden afgedeeld? Wel, ik geef toe dat het gebruik van de gezichten, dat veel te persoonlijk was. Dus dat, inderdaad, dat is een fout. Dat geef ik toe. Maar voor de rest vond ik de hele... Wat zou u daarvan vinden als dat iemand is die u genegen is? Uw zus of uw moeder, ik zeg maar wat, hè? Dan zou ik natuurlijk kwaad worden, uiteraard. En ik begrijp dat ook. Ik heb ook mijn verontschuldiging aangeboden aan de twee personen. Ik heb dat ook publiekelijk gedaan. Maar van het hele gebeuren... Maar u hebt het eerst een paar dagen verdedigd? Misschien niet. Ik heb het posten van de meme. Het posten van de meme, inderdaad. Vind ik dat er nog altijd... Ik heb het genuanceerd in die zin dat ik vond dat er te veel spel rond werd gemaakt. Men heeft van een cartoon een enorm groot... Alleen, nu is daar de hele week over bezig geweest. En als je het vergelijkt, we hebben het vandaag ook over vrouwenrechten... Ja, een cartoon dat een aanklacht is tegen seksuele intimidatie, is blijkbaar genoeg om een hele week over te schrijven. Is dat terwijl dat ik dagelijks ja, vrouwen slachtoffer worden van seksuele intimidatie. Zal ik zo horen bij onze vrouwenrechtenactivisten? Daar hoor ik dan weinig. Ik vind dat onaanvaardbaar en ik vind dat jammer dat je nog altijd dat verdedigt. Want het is eerst en vooral persoonlijk. Het is ten tweede, dat is een vernedering voor alle vrouwen. Want u zegt dat de vrouwen kunnen van achter zo aangepakt worden, dat vind ik onaanvaardbaar. En dat is niet respectueus tegenover vrouwen. En ten derde, wat ook heel belangrijk is, heb je een argument, breng dat maar op. Als je geen argument hebt, dan mag je niet de mensen stigmatiseren. Want daarachter op de t-shirt staat, welcome refugees. En dat is bij mij, ik ben niet op zich voorstander of tegenstander van dat boodschap of van dat actie of de manier waarop dat actie gedaan wordt. Maar pas op met alles wat je doet, bijvoorbeeld, ik weet dat wel die vluchtelingen heel vaak de slachtoffer zijn van de islamisme en die komen naar ons toe om niet alleen zo genieten van onze... Allee, er zijn wel diegenen die ook verkeerd zijn en daarvoor zijn de werk van de staatssecretaris om te zien wie is een echte in nood. Ik ben een iemand geweest in nood, mijn man ook, en ik vind dat stigmatiserend. Maar is dat, wat had de jonge dame in kwestie zo verkeerd gedaan om die afbeelding te maken voor u? Het protest. Ik ken de jonge dame zelf persoonlijk niet. Ik wist ook niet wie zij was. Zij was een random persoon die op Facebook verscheen, waar ik zag dat er inderdaad een discussie aan het ontstaan was op haar Facebookpagina. En die meme zelf heb ik ook niet gemaakt, maar iemand had mij die... ik had die ergens gezien en dan heb ik die gepost. Ik heb er ook niet lang over nagedacht, ik had er ook geen bijbedoeling mee, maar ik ga die hier eens intimideren ofzo. Want dat ging over protest, hè? Iets wat jonge mensen en studenten die wat actief zijn willen doen. Ik neem aan dat jullie dat misschien ook wel met NVA jongeren doen. Ja, uiteraard. Maar het protest dat zij heeft
uitgevoerd, is het zorgen dat een lezing niet kan plaatsvinden. Ik vind dat dat een schending is van de vrijheid van meningsuiting. En je kan misschien wel zeggen dat ik een fout heb begaan door zoiets te plaatsen, maar om te zeggen van je mag dat niet doen, dat is ook een schending van. Dus ik maak gebruik van mijn vrijheid om een bepaald standpunt uit te drukken, misschien op een ongepaste manier, iedereen mag het zijn daarvan denken, maar het omgekeerde, om dan de vrijheid van meningsuiting te beperken, dat vind ik veel erger. Dus ik vind dat daar veel minder aandacht aan. Ik vind dat je toch een beetje minimaliseert hier allemaal. Pepe the Frog is het symbool van alt-right, van extreem. Heb je gehoord? Ja, je hebt het gehoord, kom aan. Ga mij toch niet vertellen dat je dat niet wist op het moment dat je zoiets post. Ik zal eerlijk zijn, ik heb het niet geweten. Ik heb een dan had je het moeten weten, denk ik. En ja, okay. Ik kijk ervan, het is interessant wat je dat zegt, want ik wil eens een paar afbeeldingen laten zien. Die is door de bedenker van al een paar jaar dood verklaard, net omdat hij... Nee, dat is vorige maand gebeurd. Heeft vorige maand Pepe de Vrouw... Ja, excuus. Ja. Heeft dat beest zelf dood verklaard, omdat het gekaapt werd door extreme rechts. Dat was eigenlijk zeer dom van hem dat hij dat gedaan, want hij heeft het eigenlijk weggegeven. Nou, hij heeft dat gedaan omwille van afbeeldingen als deze, ik weet niet, kijk. Ik kan ze hier bekijken ook. Hè. Ja. De SS-vermeldingen zijn er nog hoor, met de Jodenster. En de pet zegt ook voldoende dat hier met een bommenvoorde. En nu moet ik mij daarvoor verantwoorden. Wel, dit is de manier waarop hij deze dagen wordt gebruikt en afgebeeld. Maar dat wist er niks van, zegt hij. Ik heb dat zeker wel geweten. Pepe werd vaak direct door links en door rechts gebruikt. Nou, kan u weet dat die afbeeldingen gemaakt worden, dat het beest zelf door de bedenker doodverklaard is, dat het eigenlijk misbruikt wordt, en dan gaat u het gebruiken om een meisje te verkrachten die betoogd heeft. Ja, maar wat heeft dat nu te maken met nazi-symbolen en zo? Daar moet ik mij toch niet voor verantwoorden? Ik versta het niet goed in heel uw uitleg. Uw partij of uw ex-partij heeft zelf gezegd, dit is niet de manier waarop wij aan politiek willen doen. Ik denk dat u het zelf zo ook gezegd hebt. En nu hoor ik hier eigenlijk een hele andere uitleg, een soort verdediging die langs alle kanten rammelt, terwijl je in essentie, er ook geen vrijheid van meningsuiting, maar er is ook zoiets als iets gigantisch dom. Dan zeg je gewoon, sorry, ik had het niet moeten doen. En je gaat verder. Ik denk dat media, want je verwijt hier de media de schuld te zijn, media werkt ook heel simpel. Hè? Als je het verhaal blijft voeden en als je het niet dood doet, door zelf te zeggen excuses en we gaan verder, dan zit hier zoals vanavond iets te verdedigen dat niet te verdedigen valt. Maar ik denk dat dat een beetje overdramatiseerd wordt. Hè? Het gaat over een trend. Een prent. Gelijk dat? Het is denk ik u minimaliseren dat van vrouwenrecht in Saudi-Arabië, in Iran, daar is vorige week niet over gezegd geweest, maar wel een hele week over een print gesproken. Laten we dan een keer in perspectief plaatsen. Hoe waren de reacties? Misschien eerst de NVA-jongeren? Ik kreeg maandagochtend het telefoon van een journalist. Hè, en die zegt, mag ik u daar wat vragen over stellen? Willen u een interview afnemen? Ik zeg, oké, voor mij is dat goed. Ik heb meteen aan mijn voorzitter gebeld en ik heb gezegd, dit gaat negatief in beeld worden gebracht. Ik bied mijn ontslag aan. Dat is zo gegaan. Daar is niet op ingegaan geweest toen. Dan is dat... Ik hoor dat u nog redelijk wat steun heeft gekregen bij die jongeren dan, hè? Ik heb daar 8 jaar in die vereniging gezeten. Ik denk dat ik heel wat respect heb opgebouwd. Dit is het, mag ik het zo noemen, het eerste plekje op mijn witte jurk. En dat is ook meteen, het grootste geweest. Het is een modderpoel geworden, dat mij ook voor de rest van mijn leven waarschijnlijk zal achtervolgen, maar ik kan er wel aan en ik kan het ook relativeren. Ik heb dan uiteindelijk dinsdag nogmaals mijn ontslag aangeboden. Toen op dat moment heeft men gezegd van dat zal niet nodig zijn, het zal wel niet zo'n vaart lopen. En bij de moederpartij? En dan woensdagochtend heb ik dan definitief eenzijdig mijn ontslag ingediend en dan dat was het einde van mijn nationale verhaal. Bij de moederpartij zelf heb ik eigenlijk niet gesproken. Niemand van gehoord? Ik heb maandag even met de woordvoerder samengezeten en voor de rest heb ik met niemand contact gehad van NVA. Ik heb alleen met Jonge NVA contact. Maar als je ze rondbelt, daar zijn ze niet zo enthousiast over. Ik heb het gehoord, ja. Inderdaad. Ja. Klopt. En wat denkt u dan? Ze zitten verkeerd? Ik ben wel geschrokken van de manier waarop dat men inderdaad donderdag om 3:30 ongeveer, en dat was al 40 uur nadat ik mijn ontslag had ingediend en dat ik er eigenlijk niets meer van hoorde, kwam ik te weten dat men mij eigenlijk over de hele lijn was schrappen als lid. En daar ben ik toch wel van geschrokken, omdat ik dat toch wel graag had geweten dat dat mij boven het hoofd hing.
Maar goed, ja, dat is niet zo. En bent u nog lid? Nee, men heeft mij vrijdag dus gemeld dat ik ben geschrapt als lid. Voor mij was dat wel een zekere opluchting, omdat ik, ja, ik heb daar heel veel tijd in gestoken en plots valt dat werk natuurlijk weg. En dat gaf me natuurlijk de kans om, ja, te doen wat ik wou, te zeggen wat ik wou. Maar je kan niet geschrapt worden als lid zonder procedure. Nee, dat klopt. Ik heb er ook over nagedacht. En ik denk dat men mij geschrapt heeft met de kennis dat ik dat ook niet zou aanvechten. En dat is ook zo dan? Nee, omdat ik inderdaad op dat moment had ik ook het gevoel, of ja, de kennis, dat bepaalde mensen waar ik op steunde, dat die op de hoogte waren van wat er mij boven het hoofd ging. En dat die mij wilden schrappen over de hele lijn. Dat daar zijn ze niet mee verder kunnen gaan, omdat sommige mensen lokaal mij nog altijd steunen. Daar kwam veel protest en die zeiden zelfs, ja, dan stappen wij mee op. En ik ben die mensen enorm dankbaar dat ik nog altijd op hen kan vertrouwen. Maar er is wel een breuk ontstaan bij sommige mensen op het nationale niveau. Nu ja, persoonlijk denk ik wel dat dat in orde zal komen. En op dat moment was er een breuk ontstaan en dan wist ik wel waar het heen ging. En ik vind dat ook eigenlijk niet zo. Ik heb eigenlijk op een vrij positieve manier daar allemaal afstand van kunnen nemen. Het eerste wat ik heb gedaan. Je bent er 8 jaar mee bezig geweest en je vindt dat niet zo erg? Ik heb dat altijd heel goed kunnen relativeren en ik beschouw dit ook niet als iets dat mij zal belemmeren voor de toekomst. Ik kijk uit, ik ga de komende maanden op mijn gemak de opties bekijken, met een paar mensen spreken, welke projecten dat er allemaal kunnen gedaan worden en ik hoop mij binnenkort te kunnen inzetten voor nieuwe zaken. En wat zou dat kunnen zijn? Dat is nog niets concreet. Ik ga daar op mijn gemak over nadenken. Politiek? Sowieso iets politiek. Ik ben er zo lang mee bezig geweest. Maar dan blijft er maar één partij over, zou ik denken. Je bent ook een beetje fan van Marine Le Pen, heb ik Ik vind Marine Le Pen een fantastische dame. Dat is ook iemand die volgens mij de goede richting in gaat. Ze is kritisch ten opzichte van islam, ten opzichte van Europa, van migratie. En ze is voor een veiligheidsbeleid, een streng veiligheidsbeleid. Ja, dat zie ik wel zitten. En heeft Philip de Winter u al verteld? Ik vind Philip de Winter niet de persoon dat mij moet bellen. Iemand anders van de partij? Om van Griekenland te bellen aan het land. Ik zal de vraag beantwoorden of ik naar het Frans Belang ga. Nee, ik vind het Frans Belang geen positieve partij voor Vlaanderen. Die partij heeft te veel geschiedenis, die is verbrand. Ik nu ook een beetje, maar laten we hopen dat goed gaat meevallen. Maar wat zijn dan de alternatieven nog? Nieuwe projecten? Beweging aan de rechterzijde. Het is de tijd van nieuwe bewegingen, start een nieuwe beweging. Ja. Is dat het dan? Ik ga er nog niet te veel over zeggen, maar ik denk dat er wel zaken mogelijk zijn. Ik heb geen superveel ambities om hier parlementslid te worden, zeker niet. Maar ik wil mij maatschappelijk wel engageren. En maatschappelijk het debat blijven voeren over de onderwerpen die ik de graag bijvoorbeeld heb opgelegd. Achteraf bekeken, spijt van dit verhaal of niet? Er zijn heel veel zaken in mijn leven die ik zou willen terugdraaien en het posten van een meme is daar niet één van. Ik beschouw dit als een ervaren rijker. Dus u heeft daar geen spijt van en dit als een ervaring? Zoals ik dat er juist al heb gezegd, heb ik spijt dat ik het zo persoonlijk heb gemaakt met die gezichten. Dat had ik niet mogen doen. Maar voor de rest vind ik dat het eigenlijk heel veel gejankt was.